Welkom, lieve mensen. Mijn naam is Martijn en naast mij zit Jari. En we zitten in een Clio RS fase 2. Trophy. Ja. En hij klinkt nogal aanwezig. Ja, je hoort hem aardig goed, ja. Maar jij bent Renault-liefhebber. Ja. Begreep ik net al. Ja. Ja, eerst helemaal niet. Tot ik eigenlijk op zoek was naar een wat sportievere auto. Ja, toen kwam ik eigenlijk bij Renault al uit mee gereden. Ja, toen was ik eigenlijk helemaal verkocht. En sindsdien is dit ondertussen alweer de tweede RS die ik rijd. De tweede RS? Ja. De vorige was? De Clio 4 RS fase. Okay. Ja, fase 1, een cup, een witte. Dus ja. Maar je ging van Clio 4 naar Clio 4? Ja. Is dat verschil zo groot, fase 1 naar fase 2? Ja, de bak is veel sneller met schakelen. Oké, okay, dat wist ik niet. En ik ben van normale 200 naar 220 gegaan. Ja. Yeah. Dus ja, dat iets meer vermogen. Hij stuurt net iets beter, vind ik, vooral in sport. En hij stuurt net weer wat zwaarder dan de fase 1. Nee, dus die heb ik verkocht en heb ik deze gekomen per se een gele. Het vorige was een witte. Ja, was een witte. Ja, ik vind deze kleur is ook wel echt geniaal. Dat is een John Sirius. Ja, John Sirius. Vooral met dit weer. Ja. Dan zie je het ook echt. Ja, als de zon erop schijnt, dan wordt hij helemaal goud of oranje. Ja, dat is echt super gaaf om te zien. Eindelijk het dorp uit. Ja. Hij klinkt wel erg aanwezig. Ja. Dus het is niet standaard uitlaat. Nee. Wat heb je daar gedaan? Ik heb hem eigenlijk zo gekocht. Oké. Okay. Wat is er aangedaan? Ja, origineel hoort er een volledige kraampfiets onder te zitten. Ja. Alleen de middenpijp zonder dempers, die zijn. Die is nog wel een kraampfiets. Maar de einddemper is volledig weggehaald en vervangen door gewoon een losse pijp, vergeten performance. En dan heb je dit geluid. Klinkt wel gaaf. Wel heel erg aan, maar wel gaaf. Ja. Je ging op zoek naar een sportieve auto en toen kwam je bij Clio RS. Ja. Nou, ik weet niet, ik vond ook gewoon de stoelen erin, de mooie grote flippers achter het stuur. De RS-monitor vond ik heel gaaf. Ik dacht, laat ik er toch maar eens naar gaan kijken. Ik heb mee gereden, gewoon gelijk verkocht. Ja, niet concurrenten overwogen, is natuurlijk veel in het segment. Ja, ik was eerst, voordat ik mijn witte RS kocht, was ik kijken bij een Corsa OBC. Dat was ook heel leuk, ja. Ja, dat was eigenlijk ook meer mijn budget. Die zijn ietsjes goedkoper. Dan dacht ik, ja, ik moet daar toch even naar die Clio gaan kijken. Ja, gelijk mee gereden en verkocht. Dat is een dure ritje, zei dat. Ja, dat was een duur ritje. Maar dat hebben we allemaal. Je gaat altijd een beetje aan de bovenkant van je budget zitten met tijdens ja, de verkocht. Ja, eigenlijk net iets. Nog net iets overheen, ja. Ja. En het is jouw dagelijkse auto? Ja, het is mijn dagelijkse auto. Ik rijd hier gewoon dagelijks weer naar mijn werk heen en weer. En af en toe weer inderdaad wat ritjes, photoshoots, meetings, af en toe een keertje naar het circuit toe. Oké, okay, echt het hele liefhebbersprogramma. Ja, dat leeft zo'n auto ook nog goed voor natuurlijk. Ja. En dan toertocht in Nederland of ook buitenland? Voornamelijk, we hebben dan weer een eigen groepje met wat leuke sportieve auto's. Waaronder drie, vier. Richting de Eifel, dan gaan we gewoon een weekendje naar Nürburgring. Ja. En super vet. Leuke omgeving voor autoliefhebbers. Ja. Ja, het blijft toch leuk zo'n Clio. Het is lekker glad hier, alles is nog nat, ondanks het zonnetje. Je voelt hem al meteen van alles doen voor je. Ja. Nou, ik heb deze zomer nooit echt hard uitgetest. Ik heb deze maar net twee maandjes. In de winter. Ja, dus met deze heb ik eigenlijk nog niet gekeken wat hij echt kan. Je wacht nog even
nog even wachten. Hè? Ja. Maandje of twee, dan is alles weer droog. Ja, dan gaat de nummering weer open en dan gaan we weer. Dan gaan we weer zo uit testen dat die echt kan. Lekker vlot gewoon. Ja. Je ziet ze best veel in Nederland. Dat is wel een populaire auto nog voor de Clio RS. Ja, de Clio RS zie je af en toe zien ze nog wel eens rijden. Misschien ook omdat ze erg opvallen in een kleur als deze. Ja, in deze kleur vallen ze wel erg op inderdaad. Ja. Ja, ik wou vragen wat de wensen hierna zijn, maar als je net 2 maanden hebt, dan... Ik weet het wel. Is alles... Dat is heel kort. Ja, dan gaan we nog wel even een tijdje overheen. Ik ga eerst dit nog even lekker van genieten, een paar jaar rijden. Maar uiteindelijk ben ik een beetje aan het vieren. Dus. Ja? Ja. Het is wel wat minder speels, hè? Een maat groter. Ja, dat wel. Maar ja, uiteindelijk moet je wel weer naar iets groters gaan. Want ja, toch uiteindelijk ook met kinderen erbij en die moeten ook erin passen. Achter een Clio kan ook wel. Ja, en vooral met onze lengte, dus dat wordt het niet. Dus, maar voor nu, ik geniet er elke dag van. Ja. Het is altijd een feestje. Wat lekker aan, ook de automaat. Je hebt hem in sportstand gezet. Ja. Ik heb nog niet direct de behoefte gehad om zelf te flipperen. Van die automaten, daar wil je Hij doet het echt wel heel erg goed. Dan is die op zich goed te rijden. Dan ja, het geluid wat minder. Ja, hij is wel wat stug, maar... Oh, niet extreem toch? Nee, het valt reuze mee. Drempels kan je nog redelijk fatsoenlijk nemen. Dus. Hij is verder helemaal standaard, de auto? Ja, hij heeft spaces op de voorkant. Ja. Hij heeft een ander luchtfilter. Een airtight cold air pipe erin laten zetten. Software nog standaard. Software verder nog standaard. Dus ja, met dat luchtfilter zijn ik nu 230 pk of zoiets. Je kunt wel lekker losgaan op deze auto's. Ja, je kan zeker heel erg losgaan. Tot hybride turbo's, tot andere koppelingen erin. En dat kriebelt al? Ik weet zelf ook hoe dat gaat. Ga je op internet kijken en bij een merkenclub en dan zie je toch bij andere mensen weer iets gaafs. En... Ja, ik denk misschien stage 2. En dan gaat hij naar? 2,55. Oké, dat is wel een klap meer. Ja, zeker. 10% erbij. Ja, dan ga je naar 370 Nm in plaats van 280. Ja, dan heb je wel iets meer last met vochtig wegdek. Ja, dan glij je wel lekker. Dus ja, je kan ze ook doortunen hoor, naar 3,500 pk. Maar ja, wat heb je er dan nog aan? Ja, dat. En, dan heb je geen grip meer. Zoals de Engelsen zeggen, diminishing returns. Die eerste, die software upgrade is een paar honderd piek. Daarna wordt het heel snel veel duurder voor minder winst. Ja, stage 1, stage 2, ja, dat is 300 tot 500 euro. Maar ja, ga je naar meer, dan moet je een turbo. Ja, dan gaat er altijd wel iets anders kapot. Of wordt er iets anders duurder. Oh ja. Staan zeg maar. Ja. Ja, die staat op het verlanglijstje. Ja, die staat rijdt op, ja. Hij heeft toch goede opschakels gegeten met deze uitlaat. Ja. Ja, hij schakelt zeker lekker op, ja. Maar die cupspoiler, dat is best een dure volgens mij. Ja. Dan moet je hem vanuit, je kan hem maar vanuit Polen halen natuurlijk. Ja. Dan kost je een paar honderd euro. Ja, is toch juist wel, dan krijg je ook een andere achterklepdak spoiler, zeg maar. Die al ingezaagd is voor je. Anders moet je het zelf doen. Of kan je klep zagen? Ja, liever niet. Dus, dan kost het je 1300 euro. Oké, dat is voor even een andere spoiler, dat is toch wel prijzig. Ja, en dan moet je hem nog laten spuiten en alles. Dus. Ja, dus blijft er altijd iets te wensen over, toch? Daarom. Beter vrijstandig halen en rustig bij een beetje mooi maken. Je hebt hem al 2 maanden. Ja, ik heb pas lekker rijden, een beetje genieten. Merk je zelf wel wat je mist natuurlijk. Ja, ik heb spoiler schoon voor. Je zult waarschijnlijk niet heel erg merken dat de spoiler echt heel veel nut heeft. Misschien echt als je
coureur bent, dat, dat je alles uit de kanalen hebt gemerkt. Als je hem met 170 de bocht ingooit, dan net iets meer druk op de achterkant. Ja, dan ga je het misschien merken, maar voor de rest, ja, het is meer voor looks, ziet hij er wel wat beter uit. Hij mag toch ook, als het gewoon, gewoon vet uitziet. Ja. Zo'n maniak en een M3, hè. Ja, joh. Het mag ook gewoon vet uitzien, toch? Dat, ja, daarom. Dat is toch wel een soort auto voor. Ja, en vooral in die kleur, ja, je springt er toch al uit. En dan het geluid erop bij, ja, dan kan dat er ook allemaal bij. Ja, het is niet, niet een auto om anoniem mee rond te rijden. Nee. Deze, deze kleur en dit geluid. Nee, mijn vorige had ik alleen vooral veel geluid. Ja. En was gewoon ja, een beetje stammend zijwit. Ook wel leuk, maar ja, dit is toch wel een stuk leuker. Ja, wit, wit had wel een beetje zo'n raceauto, vind ik. Zo'n sportieve auto, met zo'n cup-auto zonder stickers, zeg maar. Ja, ik had mijn dak wel gewerkt helemaal. Oké. Ja, die was helemaal zwart gewerkt. Ja, deze kleur is wel echt, echt een no-sport voor mijn gevoel. Ja, nou, iedereen vindt dit mooi. Iedereen vindt het mooi omdat het een sportieve auto is met het geluid. En, maar ook ouderen vinden het mooi, puur qua kleur. En, het geluid wat minder waarschijnlijk. Het geluid wel wat minder. Ja. Maar de kleur, ja, dat vindt, iedereen eigenlijk wel fantastisch. Megane, dat moet dan dezelfde kleur worden. Ik weet niet of die mensen die het geluid heel mooi vinden. Ja, of inderdaad in deze kleur, of in die hele mooie, ja, ik weet niet hoe die kleur heet, maar dat is een beetje een oranje. Ja, in die introductie kleur. Ja, die introductie kleur vind ik ook wel heel gaaf. Ja. Maar ja, een van die twee, sowieso een trofee uitgevoerd. Ja, want dit is ook een trofee? Ja. Ja, wat is dan het verschil met een non-trofee bij deze? Wat het verschil kost? Nee, wat, wat het inhoudt. Oh, wat het inhoudt. Ja, hij is iets lager, betere remmen. Hij heeft een elektronisch spare. De Cup heeft dat normaal ook. Ja. Maar de standaard Clio RS niet. Hij heeft 20 pk meer. 20? Ja. Best, best wat. Ja, 20 pk meer. Hij heeft 40 Nm meer. Nou, van alles nog net even, even iets, iets opgeschroefd, iets spectaculairder. Ja, de schakelbak, hij reageert net wat sneller. Ja. En dat is eigenlijk het grote verschil. Maar je wist natuurlijk precies wat je wilde hebben als je al een fase 1 hebt gehad. Ja, 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 ik wou sowieso naar een trofee en een gele. En lederen stoelen. En voor de rest maar, ja, maakte mij het eigenlijk niet heel veel uit of er wel of niet een kraap of iets onder zat. Of, als ik maar veel herrie maakt. Ja, daarom. Ja. Ja. Ja, die eindtips zijn natuurlijk wel vet, want die zijn natuurlijk helemaal van carbon gemaakt. Ja, ziet er cool uit. Ja. Ja, voor de rest is er eigenlijk niet zo heel veel verschil. Lang naar gezocht dan ook? Of, Nou, ze hadden eerst eentje in Soesterberg staan, bij Stam. Gekeken, die was helemaal standaard. Nog niet meer gereden, want ik had wel plezier van die andere. Ja. Ik denk, nou, voor een tijdje kijk ik wel weer verder of er dan wel weer wat op de markt is. Nou, was die helaas net verkocht. Nou, dus bij Utrecht in Stam, Stam Utrecht hadden ze ook nog eentje staan. En dat was deze. Nou, wees kijken. Dat is gewoon de Renault dealer, dus dat? Ja, gewoon de standaard Renault dealer. Ja. Echt, ik weet tenminste ook zeker dat die goed onderhouden is en dat ze vaak geen miskoop. Nee, dat is natuurlijk met gebruikte sportieve auto's. Dan denk ik, ja. De kans groter dat je andermans ellende koopt dan met normale auto's. Ja, daarom. Ja, gaaf. Ja, ik wil vragen naar spectaculaire dingen, maar als je hem 2 maanden hebt, dan heb je er nog niet zo heel veel mee beleefd, vermoed ik, los van de woonwerkritjes. Ja, woonwerkritjes, af en toe hier naar een meeting met de Renault family. En, fotoshoots gehad, maar voor de rest lekker rustig aangedaan. Een beetje aftasten. Ja. En ja, dat is wel cool als je dan dezelfde auto hebt, maar dan de in alles betere versie. Dat is toch wel een leuke upgrade. Ja. Ja, ik baalde ervan, want twee vrienden van mij hadden ook allebei een. Een had een trofee, en de ander had een RS18 uitvoering. Dat is weer de Limited Edition uitvoering. En die had ook allemaal 220 pk. Nee, je merkte gewoon op hoge snelheden. Ja, de race gewoon slot van boven. Ja. Die reden wel echt gevaarlijk, hè? Dat soort vrienden. Ja. Nou, uiteindelijk rijden ze nu nog steeds van me weg, want die zijn al een stage 3 gegaan. Ja, ja. Dat blijft een wedstrijdje ver pissen natuurlijk. Ja, maar ik heb wel de juiste kleur, dus dat scheelt in ieder geval. Mag je niet wel
vooraan staan bij de fotoshoot. Ja, ja, ja. Ja, dat vindt iedereen toch altijd wel gaaf. Hier zag hij, dat is ook mooi hoor, met dat zwart en die gele accenten. Wat subtieler dan dit. Ja, vind ik wel. Ja. Ja. Ik vind dit wel echt heel gaaf, zo'n deze kleur en als een trofee. Wel the one to have. Ja, zeker. Ja, cool. Gaaf dat ik er even een stukje mocht rijden. Natuurlijk. Hoop dat je er nog lang plezier van gaat hebben. Ja, hoop ik ook, ja. Dan horen we het wel tegen die tijd je de Megane hebt, dat je daar wel bent. Ja, dan kom ik zeker weer terug. Vooral doen. Ja. Heb jij nou ook iets gaafs? Dat mag echt van alles zijn, hè? Groot, klein, snel, langzaam. Het maakt ons niet uit. Meld je even aan, URL hieronder. En voor nu, bedankt voor het kijken. Hoi, hoi.